Okay, people, let's go to work. Gio Giovanni, welkom bij aflevering 9 van het leukste spel van heel de wereld. Wat een warm onthaal, zeg. Ja, maar ik ben ook warm. Oh, oké. Okay. Welkom bij aflevering 9 van Rollercoaster Tycoon nummer 3. Het is het derde deel in de reeks en een ontzettend leuk deel. En waarom, Gio? Omdat het een... Ik vond hem vooral leuk omdat het 3D is. Oké, leuk. Nee. Ja, nee, omdat het 3D is. Klopt, dat is een hele leuke toevoeging geweest van de makers. Dat vind ik inderdaad heel gaaf. Het 3D-effect, dat je ook daadwerkelijk eigenlijk in attractie kan zitten. Een droom voor heel veel mensen die hun eigen pretpark maken natuurlijk. Lijkt mij dan. En wat nog meer, Gio? Ja. Wat kan je nog meer een voordeel noemen aan Rollercoaster Tycoon? Ik weet dat het moeilijk is, maar... Het is gewoon leuk. Je kan je uren ermee vermaken. Ja. Dat vind ik ook een groot voordeel. Ik ben dan snel binnen een minuut klaar, maar... Nee. Ja, maar dat ben jij, hè? Ja, sorry. Vooral als je game vastloopt, net als vorige keer. Leuke aflevering als mensen. Gewoon nee. Kijk hoor. Nou, we maken wat rotsen hier. En ik wil wat meer groen gaan maken. En dit is de aflevering waar we op wachten dat we even het park gaan openen. Het is niks meer dan een knop. Oh, mag ik echt langskomen? Ja, als jij behoefte hebt aan een onafgemaakt park. Oh, nou dan blijf ik wel weg. Nee, je mag wel oordelen. Je mag op zich wel langskomen. Oh, okay. Entree is niet duur, dacht ik. We maken wel een vriendenprijsje anders. Is dat een goede... Wat bedoel je? Eén kaartje voor de prijs van geen? Bijvoorbeeld. Oké, okay. Nee, dat vind ik wel... Even een goede prijs. Gewoon een redelijke prijs wil ik het doen. Even onderhandelen. Ja, wat zou je bieden? 20 cent. Oei... 20 cent. Ja. Dan koop je niet eens een visdrank mee bij ons hoor, dacht ik. Oh, wat een afzetterij is dat dan? Nee, dat is gewoon fair. Nou, ik zie het. Ah, sorry. Nou jongens, ik heb een leuke muur gemaakt, zie je het? En dit ziet er ontzettend leuk uit. Ik vind, dit is echt heel cute, deze attractie. Ziet er op zich wel leuk uit. Ik zou hem... Ja, ik ben een beetje zeikend, ik weet het. Het is een beetje rommelig. Het is ook nog niet af. Maar ik heb beloofd om gelijk de aflevering te beginnen met het openen van dit, ja, toch wel pretpark te noemen. Het is klein, het is nog niet afgewerkt, maar ik ga hem doen. Klein maar fijn. Inderdaad. Oké, Gio, we maken het $2, de toegangsprijs. Ik wil toch wat, ook heb ik onbeperkt geld. Het park heet ook Da Vinci Stijl, heel origineel. Oh. Ik dacht, ik doe eens wat geks. En hoe kom je daar nou bij dan? Dat is toch wel... Schoot zo te binnen. Oh, nou, oké. Okay. Ja, schoot echt zo te binnen. Ja, zelf zou ik er niet aan denken, maar... Nee, dat snap ik. Dat is toch wel origineel, ja. Ja, dat ben ik het wel met je eens. Toch wel? Oh, gelukkig. Ja, toch wel. En ik heb nou ook... ik hoor al de mensen... je hoort al die vreugde, hè, van die toeschouwers. En ja, je hebt leuke toeschouwers, je hebt ook... Geen leuke toeschouwers. En dat bepaalt juist dat je weer werknemers moet aannemen. Dan praat ik over, we doen even 3 mechanics. We doen natuurlijk een stuk of 5 van die mensen die park onderhouden, schoonmakers. Dan doen we ook nog een park bewaken, daar wil ik er 2 van. En entertainers, daar wil ik er vooral een paar van. Zodat de mensen wel vermaakt worden op momenten waar, ja, die gewoon heel saai zijn. Maar dat kan ik niet geloven in zo'n park als dit. En er is nog geen attractie openen, dat gaan we ook gelijk doen. Even alle attracties openen, dat is wel zo netjes. En dat ging met een button, ik weet alleen niet meer welke. Oh jee. Uh-oh. Oh hier. Status. Openen. Zo, alles is nu openen, open alle attracties. Ik weet niet eens hoeveel karretjes de achtbaan heeft. Daar heb ik niet eens naar gekeken, wat slecht hé. Aantal treinen. Zo weinig. Kijk hoor mensen. 3 treinen. Kijk hoor. 2 treinen, 10 stuks. Ik vind het goed. Prima. Prima. En dan willen we de wagentjes. Wil ik wel een paar doen. Aantal wagentjes wil ik wel een stuk of... Hij moet gewoon helemaal vol staan. Zoiets denk ik. Het hele perron staat nu vol. Kijk, wat een leuk joh. En die is geopend. En ik ben ook benieuwd naar de glijbaan. Want dan wil ik best wel mensen op zien glijden, zeg maar. Ik ben benieuwd of hier ook mensen komen. Want waar zitten de mensen nu?
Oh, ze zitten allemaal bij het begin. Jeetje, moet je kijken, ze zitten allemaal. Dat is mooi, want dan kan ik hier namelijk kraampjes plaatsen. Ik wou hier nog een paar kraampjes maken. En wat dacht je van zoiets? Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, hè? Dat is wel. Ja. Wat? Hotdogs. Fan? Fan van hotdogs? Lekker hotdogs. Ja? Heerlijk. En bent u ook een fan van warme chocomelk? Oeh, wel met slagroom erop. Ja, dat zitten wij. En, nou dan, ja. En bent u ook een wc? Dat heb ik nog helemaal niet staan, toiletten. Oh. Ja, die moeten geen er toiletten. Wel, nee, ja. Ik ga ze nog maken. Wat denk je? Mijn bezoekers die plassen wel in de broek. Ja, het zijn allemaal zeikers. Kijk, doe je ook luiers uit aan het begin van het park, dat ze niet naar de wc hoeven of... Dat is een goed idee, ja. Zo, ik heb een wc'tje neergezet en ik doe daarnaast denk ik de EHBO, want daar gaat sowieso vraag naar zijn. Inverted achtbaan. Voor als er iemand per ongeluk uit de achtbaan valt of zo, weet je wel. Echt, hè? Voor als er per ongeluk iemand uit de achtbaan valt, kunnen ze even naar de EHBO gaan. Echt, hè? Jongens, we gaan in die achtbaan zitten, jongens. Het moment is daar dat we eventjes een testronde doen. Hij is nog niet af, maar de layout vind ik wel... hij is wel schön. Kijk, hij gaat best wel vloeiend. Leuke familieachtbaan dit. Hangachtbaan. Vind ik wel een heel leuk... ja, die van een leuk layoutje. Nou, dat kijk, is nou. De bedoeling, toch? Ja, zeker weten. Oh, en er rijdt al een autootje. Er zitten al mensen in. Even kijken. Nee, gelukkig. Want het is nog lang niet af, deze attractie. Er moet nog een dak op hier. En meer objecten. Even kijken wat voor objecten. Je hebt echt weinig objecten in het spel, hoor. Het is echt verschrikkelijk weinig. Ja, daarom moet je die custom scenery gaan installeren. Ja. Klopt. Dan krijg je weer wat meer keuze. Klopt. Enorme zuurstok. Kijk wel naar je gezicht. Oh. Niet goed? En hier maken we een beetje een zandoppervlakte van. Ik vind het ook wel gaaf dat we een beetje dit zo... een beetje een zandsetting geven. Dat is misschien wel leuk zo. Dat zie ik nu pas te zien. Maar kijk, je kan een beetje... piratenthema's natuurlijk ook een beetje een zandoppervlakte. Zo. Zo. Dat is wel leuk zo. Zand. Zo. Wat is er aan de hand? Ik hou niet van zand. Weet je hier, dan ga ik dat eventjes mooi maken met de kleine heg. Wat heb jij met de kleine heg? Want die gebruiken we echt ontzettend vaak in de video's. Ja. Ja. Lekker klein, je kan er overheen kijken. Dat wel. Ik moet al die hekjes opnieuw plaatsen, shit. Custom staat objects. In ieder geval beter dan hekjes. Echt, hè? Heggetjes vind ik. Is dat mooier dan van die hekjes? Ja. Ik ga de hele verkeerde kant op. Zo. Laten we wat bomen er tegenaan. Het mag gewoon best wel een beetje drukker worden hier. Kijk, dan nog zo'n bosje zo. Deze is wel aardig. Deze wordt best wel aardig, deze attractie, denk ik. En hier wil ik nog een keer. Ja, het begint nou al een beetje wat te worden, ja. Nou, mooi.
En hier wil ik nog een klein beetje water dumpen zo. Zo. Ja, dit wordt het wel. Ja, ja dat wordt het hoor. Ik voel het een beetje mooi en dan ben ik klaar met bijna het inrichten van dit stukje. Wat zullen we hier plaatsen? Nog een beetje een snoepje zo. En we doen er nog een paar van die schaakstuk doen we erin zo. En een beetje mist. Dat is wel leuk om te creëren. En misschien komt er ook een beetje rook. Achter van achter zo. Misschien wel leuk zo, een beetje rook te creëren. Oh, het lekt gewoon een beetje. Gaat wel hoog hoor, die rook. Nee, die rook doen we niet. Zo, stomme rook. Wel mist. Mist vind ik wel leuk. Dat er een beetje mist hier ontstaan bij dat... Hier, dat vind ik prachtig. Kijk dit. Oh, dat is prachtig joh. Ja, leuk. Gaan we dadelijk een ritje doen in deze attractie. De, zeg maar de... Ja, rondvaart. Wat is het? Een rondrit in de auto. En ik ga hem sowieso instellen. En volgens mij zit er nog echt niemand in joh. In de attractie. Dat is vreemd. Er zit nog helemaal niemand in joh. Antieke attractie. Of antieke wagentjes. Met een muziekje. Summer. Nee, dat is het standaard liedje. Savannah. Lekker muziekje. Even kijken hoor. Oh, voor mij zijn mensen niet nog ineens hier gekomen. Nee, het is hier nog niet druk joh. Ze zitten allemaal bij het begin waarschijnlijk hier. Want we hebben al 238 bezoekers namelijk. Dat is wel aardig wat al. Nee, hier zijn nog geen mensen geweest. Oké, dat betekent dat we nog eventjes kunnen instellen wanneer de vertrektijden zijn. We hebben minimale wachttijden van 10 seconden. Oh. Oké. Ja, 10 seconden wachten. Niet. Ja, je hebt 10 seconden. Nou ja, ja elke keer gaat er een karretje om de 10 seconden. Zo aardig. Ah, oké. Okay. Ja, dat is prima toch? Ja, toch? Dit is nog een beetje leeg. Hier wil ik nog een beetje objectjes doen. Wat zullen we doen, jongens? Wat zal ik hier plaatsen, joh? Ik weet het niet. Ik zit te denken. We kunnen ook even iets anders doen. Let op. Niet schrikken. Zo, schrok je? Ja, heel erg. Dacht ik al. Ja, ik zei al niet schrikken, maar ja. We gaan hier gewoon iets anders bouwen. Een attractie dat mensen kunnen uitkijken. En dan denk ik gelijk al aan een reuzenrad. Ik weet niet waarom, maar een reuzenrad vind ik altijd wel een hele leuke attractie. Of een... Die is ook wel gaaf, die jongens. Ik denk dat ik die gewoon zo plaats. Zo. En dan plaatsen we hier nog wat rots omheen. Oh, ik weet alweer wat leuks. Begin weer te koken in mijn hoofd van die ideeën. Hebben we dat wel eens? Dat je iets plaatst en dan krijg je ineens een spontaan ideeën. Spontaan inspiratie, zeg maar. De inspiratiebron. Van, hé, dat is een goed ding om te plaatsen, zeg maar. Uit het niets. Uit het niets. Daarom attracties kunnen heel leuk zijn als je ze plaatst en dan denk van, hé, dat is leuk, dat is leuk. Dat moeten we doen. Dat is leuk, hè? Dat is leuk. Dat moeten we gewoon sowieso doen. Dat moet je gewoon doen. Moet je niet benadenken. Moet niet lang mee wachten. Gewoon plaatsen. Gewoon plaatsen. Lekker even gezellig. En ik denk dat dit een attractie wordt met allerlei soorten thema. Misschien ziet het een beetje eruit. Maar ik vind... Ja, ik vind het gewoon heel grappig als je gewoon allemaal verschillende dingen ziet. Denk ik. Steentjes, stenen natuurlijk, stenen. Hier moet ook stenen, vooral bij zo'n. Hier moet echt wel veel keien liggen hoor. Zo, kijk eens hoeveel keien. Kei goed. Zo. Details jongens, details te houden van. Zo. Hoppakee. En nog zo'n mooie zijde vlag erbij. Hier op de achtergrond. Hoppakee. Zo. Zijdevlag. Mooi. Leuk hoor, een kasteeltje op de achtergrond. Ik ben benieuwd wie de eerste bezoekers zijn. Ik hoor al, ja, daar gaat een kind in. Ja, 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 ik zag het al. Wat heb je goed gezien dan? Ja, ik kan wel wat.
En dan gaan we dit even toch, overdekken. Ja, we gaan dit overdekken hoor. Want dit moet gewoon een dak op. Dan gebruiken we de Alvin Village settings. En waar waren die daken ook weer? Even kijken. Ik weet het mijn god niet meer waar die stonden. Daken, daken, daken. Zoeken, 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 zoeken. Hier waren ze. Juist. Hebben ze nog dezelfde kleur? Nee, rood. Kijk. En wie wilde nou niet in deze attractie? Ik zou er heel graag in willen, zoiets. Ik vind het geweldig. Voor mij is dit wel een geslaagde attractie, heb ik het gevoel. Dat hoop ik dan in ieder geval. Waar is nou een vlakke roof? Even kijken, hè? Vlakke roof. Hier zelf. Gelukkig staat hij. Ja, hij zit erop. Mooi zo. En dan moeten we alleen het kasteel nog even inrichten. Zo, dat is hier. Nou, dit is ook wel aardig vol. Dan maken we daar ook een dak op. En dan kunnen we die mini towers nog aan toevoegen. 1. 2. 3. En 5. En dan plaatsen we daarop van die kleine bruine torentjes. Even kijken hoe we dat deden. Een beetje kasteelachtig, zie je het? Het ziet er wel aardig uit. Ja, ik zie het. En. en. Godverdomme, Gio. Het zou wel leuk zijn als je mij kon meekijken met me. Waarom kan dat gewoon niet? Gewoon jammer. Dan moet je gewoon niet naast me zitten of zo. Oeh. Oeh. Mag je altijd gaan vervelen om te kijken hoe ik bouw? Vincent, wat is dit? Vincent, wat is dat? Is het zo? Zo erg met jou? Nee. Oh, ik dacht al. Zo, lekker veel kanonnen. Teunkanonnen. En dan maken we de hoekjes. En de hoekjes zijn met een soort van boog, wat je eerst zag. Hier zo, kijk, hoekie. Hoekie 1, hoekie 2... Hoekie 3 en hoekie 4. 5. Oh. En aan het midden maken wij een plateautje. En dat is met vierkant plat dak. Zo. Heel simpel. Maar zo hebben wij wel een heel klein kasteeltje ingericht. Of een, wat is het? Een kasteeltje? Een YOLO ding. En volgens mij zitten de mensen al in die attractie. Maar het lijkt me leuk om nu zelf dadelijk te bezoeken. Ook al is dit nog helemaal niet ingericht. Hier kunnen we allemaal bomen plaatsen, denk ik. Want een hoop werk, hè, zo'n attractie. Daarom ben ik een keer bezig geweest met een dark ride. Daar ben ik, heb ik 40 uur ingestoken. 40 uur. Zo. Ja, dat was echt... Dat was aardig wat? Dat was aardig veel, ja. Dat was een... Het ging over Bioshock. Ik, misschien heb ik nog ergens op mijn harde schijf staan. Dat was allemaal copyright natuurlijk. Maar dat waren 3 complete mappen. Ik had het al een keer verteld in Gio. 3 mappen van sandbox mappen. Dus dan moet je voorstellen wat je hier ziet. Dit helemaal, dit hele gebied. En dan keer 3. Dus dat is best wel aardig veel. En mensen gaan glijden, jongens. Oeh. Glijbaan. Glijende mensje. Ja, dat is even lekker erin laten glijden. Oh, dit is er weer. Zul ik jou als je even van die glijbaan of ik heb een prijs gewonnen. Mooiste en het netste en het mooiste park van... ja, van wat? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, nou ja. YOLO. Zo, wat roosjes plaatsen. Zo. Zo. Hier nog wat dingen plaatsen. Zo. Want hier zouden we die steen nog plaatsen. Klopt. Steentjes zoeken. Steentje. Jongens, waarom kan ik die stenen nou zo moeilijk vinden? Lotkeien. Strontkeien. Hier stonden ze toch? Oh, hier staan ze. Kijk, dan plaatsen we gewoon hier zo.
Huppakee. Ja, toen ik hem plaatste, zei je huppakee. Ha! Toevallig. Wat een toeval. Dat is nog eens toeval. Dat is nog eens cool, hè? Stiekem kijk ik gewoon door je raam. Ja, ja. Door mijn raam? Ja, stiekem zit ik gewoon voor je raam, nu. Maar dat weet jij niet. Zit je toevallig in Amsterdam? Ja, stiekem zit ik voor je raam. Ik laat gewoon al die keien hier, want dat is makkelijker, jongens. Oh, dat wordt te veel. Zo. Kijk, dit is Shun. Nou, dat ziet wel aardig uit als een mooie vormgegeven attractie, toch? En hier grenst nog een attractie. Die kunnen we dan eromheen laten lopen. Dus dan zouden we eigenlijk dat vandaar moeten aansluiten. Oké, dat doen we. Dat doen we dan. Dat doen we gewoon. Zo, dan verwijderen we dat. En dan maken we een pad. Ik zou hier wel een wachtrijtje maken. Ik heb meestal geen wachtrijtje. Maar die gaat langs de stenen. Zo. Oh, dit ziet er wel aardig uit, joh. Dit ziet er wel leuk uit, zo. Ja, dat past precies. Zie je het? Ja, je ziet het. Ik niet. Zie het. Ja. Flauw. Flauw, hoor. Flauwerik. Flauw is ook stront. Nou. Wat zit je daar te... Bioshock is moeilijk. Of Bioshock, Bioshock. Borderlands. Oh. Hoe kom je nou ineens Bioshock? Want volgens mij zijn er wel de... Ze verkopen zeg maar Bioshock en Borderlands in een expansion ding, hè? En dat komt omdat het van dezelfde uitgever is. Ook. 2K Games. Toch? Ja, allebei van 2K. Woehoe, 2K Games. Goed bedrijf hoor. 2K. Echt wel. Oh, ik zit het helemaal verkeerd te doen. Oh my god, ik zit het hele pad verkeerd te doen. Fuckeduk. Heel dat pad weer verkeerd te doen. Sjoe, alles moet je nagaan lopen. Alles moet je nagaan lopen. Zit helemaal door elkaar gefrummeld. Oh, ja, kijk. En dan zit het allemaal door elkaar. En dan hoeft er maar geen dingetje los te zitten. En dan schrijft hij eruit. Ja. Oké, nou heb ik het pad gelegd, zo. En nou wordt het 2 breed, dus 1, 2, zo. Sleep, 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 sleep. Ik sleep je mee. Waar naartoe? Naar... het park. Oké. Okay. Fucking droog. Waar je ook een pad maakt, mensen moeten er gelijk overheen lopen. Dat vinden ze heerlijk. Ik weet niet waarom. Heerlijk. Vinden ze heerlijk. Gewoon lekker over dat pad heen lopen. Zo. Dan gaan we dit zo. Lololololol. 95 gamer points nu al voor Borderlands. Oh, doe je goed weer. Ik ben lekker bezig. Ik ben al bijna level 10. Lekker joh. Ja. Probeer mijn level 35 maar in te halen. 36 voor mij zelfs. Oh, prachtig. Kijk nou jongens. Hij gaat vertrekken, de attractie. En dan wil ik hier wat bosjes maken nog eromheen. We bakken weer de kleine heg. Nou, ik begin nou een beetje te leven, jongens. Het was inderdaad een beetje saai, dat bouwen. Maar als je eenmaal wat standaard hebt gebouwd. Het gaat een beetje goed. Het wordt een beetje groot. Ziet het er goed uit. Kijk, daar kan je niks plaatsen, dat is jammer. Ach, wat vervelend nou. Dat is gewoon kut. Ja. Zo. En plaats hier nog een leuk boompje zo. Zo, die autootjes heb ik te snel ingesteld, joh. Die rijden gewoon verdomme met 11 km per uur over die baan heen hier. Kinderen zitten zo verdomme stijf. Ik ga dat even snel aanpassen. En dan gaan we gelijk onrijd en dan sluiten we mooi de video af. Even kijken hoor. Ik denk dat zo snel man, lijkt Efteling Tycoon wel.
Echt, hè? Kan die ding ook zo snel. Echt, hè? Je hebt een prijs gewonnen voor het meest betrouwbaarste park. Even kijken op de glijbaan, of ze een beetje goed glijden. Nou, dat gaat aardig goed zo. Even kijken, hoor. Glijden in de glijbaantje. Kijk dan op de parkdirecteur. Die zit te glijden. Die moet natuurlijk alles inspecteren. Dat is natuurlijk onze Alfred Klok. Die zit gewoon, die attractie helemaal te bedienen, te kijken, joh. Nu waren we gewoon van hoe Ruben heeft dan, man. Oh, niet kijken, jongens. Dat hebben we niet gezien. Oké, we gaan een ritje maken in deze achtbaan. En wie komen er, of deze, auto. En hopen dat er iemand komt. Komt er nog iemand? Kom op. Hoi. Nee, er komt echt niemand. Ja, die verlaten het. Nou, nog een ritje, jongens. Kom op. Nou, hij vindt het leuk. Goed zo. Oké, we wachten even totdat de mensen komen die zo beroerd zijn en die gaan in die attractie. Volgens mij gaat hij daar vertrekken. Ik heb gewoon het gevoel... Oh, nee, dat mag ik niet zien. Hey. Oh. 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 Dat is raar. Oké, ja, er komen mensen. Ja, er komen een dame. Dame. Kijk eens. Oh, die kijkt heel zuur. Zie je dat? Oh. Oh, snoepjes. Kijk, wat zien we allemaal om ons heen? Allemaal boompjes. Oh, en we zien een paardje. Hallo, paardje. Je hoeft niet te zwaaien, hè? Het is geen achtbaan, je hoeft je handen niet omhoog te houden. Oh, en een vlaggetje. Nou, dit ziet er wel aardig uit, toch? Een beetje kaal nog op sommige plekjes. Oh, en een tonnetje. Dit is wel een leuk ritje zo. En een stier staat hier. Oh, een mooie stier, joh. Nou, dat ziet er wel aardig uit zo. Dan gaan we naar binnen, hoor, jongens. Hou je vast. Woehoe. Kijk eens even. Een klok. Ja, ziet allemaal goed uit. Denk ik. Oh, dan komen we bij het mooiste stukje. Oh, kijk de attractie. Oeh. Kijk eens even. En dan komen we langs dat schip, hè. Netjes, hoor. Hartstikke netjes. En een bruggetje. We kunnen nog een bruggetje van maken trouwens. Eventueel later. Dan gaan we langs de... Oh, de octopus natuurlijk. Die is hier zo bezig om dat schip naar beneden te krijgen. En daar zien wij nog een schipje. Oh, zij gaan sturen. Zie je dat? Oh, hij stuurt goed. Nou, dan wel recht op de baan, zeg. Oh, dus hij is niet aan het spookrijden? Ja, hij is een soort van spookrijden, ja. Oh. Oh, die komen in dat gebouwtje. Oh, shit. En de buikdansers binnenin. En ze bewaken de schat, hoor, jongens. Kijk maar uit. En dan krijgen we natuurlijk dat Inde of dat Hindoe-plaatje. Dat vind ik het leukst, dit. Ja, dit doet het hem wel, toch? Dat vond ik wel leuk. Zo, nou dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden en dat we wel wat leuks hebben neergezet. En de volgende keer gaan we zeker weer een hele vette achtbaan maken. Dus blijf zeker kijken. Bedankt Gio voor het meedoen. En dan zie je volgende keer terug in aflevering 10 van de Rollercoaster Tycoon. Doei! Ja. Doei! Outro! Oh ja, joh. Oh ja, joh. Is dat zo? Dat wist ik niet. Wat is een outro? Nou, weet ik ook niet. Oh, oké. Okay.